Ik sta hier bij Jurgen van Rijen van Concertgebouw Orkest uit Amsterdam speel je. En ik sta bij Pierre Volders, Limburg. Brabant. Pierre Volders. Ja. En die speelt bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Jullie hebben allebei je opleiding gehad in Rotterdam. Ja. Zijn jullie ook vrienden? Ja, zeker. Ook dat nog. Ja, ook dat nog. Is dat ook de reden waarom jullie zeggen van we doen allebei, we zitten in een prestigieus orkest, maar we willen ook met elkaar spelen. Is dat omdat jullie vrienden zijn? Ja, denk ik wel. Wij hebben met het trombonecollectief in onze studietijd bijna iedere dag samengespeeld. We zaten iedere dag ook 's avonds misschien in de kroeg, maar dan de volgende ochtend om 9 uur weer samen spelen. En uiteindelijk heeft iedereen een mooie plek in het Nederlands muziekleven gekregen, maar we dachten als we allemaal afgestudeerd zijn, is het zonde als we niet meer gewoon dat automatisme van samenspelen hebben. Je komt elkaar nog wel eens tegen, maar niet meer zo automatisch als vroeger. En toen hebben we gedacht, we richten het trombonecollectief op om dat in stand te houden en om samen te blijven. Om de rock en roll eigenlijk levend te houden. Ja, onder ons. Ja, we hadden zo'n goede band met elkaar. En onze docenten in die tijd, Joost Wiegel, heeft onze klas dusdanig gesmeed. Eigenlijk als een soort van, nou, je kunt het bijna noemen als een soort van Louis van Gaal. Als een echt team. En dat is zo goed blijven gaan dat wij inderdaad met een nieuw trombonecollectief die traditie eigenlijk voortgezet hebben. En dat is inmiddels uitgemond tot heel wat hoogtepunten. Het Rotterdams Conservatorium kent u natuurlijk. Maar misschien wist u niet dat de tromboneafdeling van die school wereldberoemd is. Vanuit Korea, Japan, Canada, Spanje, Amerika, Finland, Griekenland, Bulgarije, Australië. Wah, vanuit de hele wereld komen de mensen naar dit stadje aan de Maas om te leren om trombone te spelen. En helemaal deze week, want het komend weekend is er het trombonefestival Slide Factory. Het Slide Factory, dat vertaal ik met het glijfabriek. De schuiffabriek. En jullie hebben een festival. Vertel even hoeveel mannen zijn er, vrouwen? In het festival? Het is 4 dagen. En dit is nu de 4e keer dat wij het organiseren. Hier in de Doelen in Rotterdam. De vorige keer waren er meer dan 10.000 bezoekers. En dat hopen we natuurlijk nu weer te krijgen. Dus 4 dagen lang, van 's ochtend tot 's avonds, zijn workshops, clinics, concerten. De mensen kunnen zelf meespelen. Het gaat over jazz, het gaat over klassieke muziek. Alle oude muziek. Wereldtoppers komen naar Nederland. Dus iedereen die trombone speelt of van trombone houdt of van muziek houdt en eigenlijk niet weet wat trombone, hoe mooi dat kan zijn, die moet erbij zijn. Dan zeg ik Urbi Green. Ja. Wat zeg jij dan? Nou, dat is een van de meest fenomenale spelers in de geschiedenis van de trombone. En voor trombonisten is het meestal een voorbeeld van hoe je echt mooi trombone kan spelen. Je had Tommy Dorsey, maar Urbi Green is ook een van de grote mensen. En wij hebben met het trombonecollectief eigenlijk ook daar een tribute toe gemaakt. We hebben een DVD opgenomen in een live concert. Omdat hij eigenlijk een van de trombonisten is die voor het eerst echt een heel groot trombone-ensemble heeft samengesteld. Van maar liefst 20 trombones met hemzelf als solist. Urbi Green, een jazz-trombonist uit New York, die in 1967 een historisch project initieerde. Maar liefst 21 van die prachtige schuiftrombones bij elkaar op één LP. Ja. Daar moet het ergens gebeuren. Daarnaast is die plaat opgenomen. Ja. We zijn nu onderweg naar buiten New York, 1,5 uur van hier vandaan. Delaware Water Gap, waar Urbi woont. De heren van het nieuw trombonecollectief namen het vliegtuig en zochten hun grote inspirator, die inmiddels ruim 80 jaar oud is, op in zijn woonplaats Delaware Water Gap, 100 kilometer ten westen van New York. Yes, how are you? Good morning.
J.O.R.? Yes. I had a dream about 21 trombones. It was very clear. Four groups of five trombones. One, two, three, four. That's 20, right? And I was the one playing the solos. Dat maakt het natuurlijk extra bijzonder. Het geluid van Urbi en van die LP is het allereerste trombonegeluid wat ik ooit op een plaatje gehoord heb. Dus om die man dan te ontmoeten, na zijn pensioen en een beetje rustig zittend in zijn huis. En eigenlijk heel, ja, niet zo heel veel meer met trombone doet nu, maar als je dan weet wat hij allemaal gedaan heeft en je hebt al die LP's, en dit, is het toch heel bijzonder om die man te ontmoeten. Think of it as a string section rather than a brass band, you know. So, and it really was when they all heard that first note on "Here's That Rainy Day," like, it was such a rich thing, amazing. Enoch Light, he was the guy that owned the record company. I went to him with the idea, and he loved it, but he said, "Couldn't you do it with 16? And I said, "No, it's got to be 20. That's the way I dreamed it, and that's the way I want it." And so he said, "Okay." Trombone is more than a funny instrument. That was about it. Yeah. Well, thanks again. Thank you very much. Oh, my pleasure. And all the best to you guys. Yeah, thank you. To you. Thank you. Maar dat is nou het leuke van een instrument als de trombone. De meeste mensen weten niet zo heel goed wat de mogelijkheden van een trombone zijn. Dat is ook een van de redenen dat we dit festival organiseren. Het leuke van ons instrument is dat het zo veelzijdig is. En dat er geen muziekstijl is waar de trombone niet in voorkomt. Want wat? Als ik aan trombone denk, denk ik aan kippenvel. Ik krijg de trillingen. Nee, maar de trillingen letterlijk. Dus van de trilling slaat op mijn rug. Of de. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe zacht kun je met een trombone? Hoe klein? Kun je daar iets van laten... Ik het heel zacht, heel klein. Dat is iets heel kleins hoor. Dat is zacht. Klein, breekbaar. Ja. Het is geen cliché. Jij zegt van, en daar ben ik meteen, heb je mij, waar je zegt de mogelijkheden van wat zo'n trombone allemaal kan. Je kan er ook mee scheuren en anarchie, ja, punk. Ja. Kun jij je kunt er alles mee doen. Kijk. Hij had het fragiele, ja. Maar, ja. Zal ik het lompen doen? Nou, maar het ja. Ja, hij is een stukje.
En het kan nog veel harder en lelijker, maar dat wordt niet meer op de lijst. Nee, maar doe eens iets. Ja, ik wil eens een keer hard lelijk. Dit vind ik dus af. Dan gaan we naar de brandweerwagen. 21 trombonisten en een combo samen op één LP. En vorig jaar speelde het Nieuw Trombone Collectief samen met enkele beroemde jazz trombonisten originele Urbies. Gewoon hier in Rotterdam in Off Corso, live on stage. Het leuke van dit hele festival is dat het ook nog samenvalt met de Hi-Fi, Lente Hi-Fi beurs die ook georganiseerd wordt tijdens de, dus op zaterdag in de Doelen. En het mooie was, we hadden net over die Urban Green DVD. Tom Gosselaar is de directeur van die show. Die heeft deze DVD zo gemaakt dat hij eigenlijk de Lente Hi-Fi DVD is geworden. Dus hij wordt op het festival wordt hij naar buiten gebracht, wordt hij eigenlijk gereleased. En daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee. Ja, top! Overigens, je kan je ook gewoon een deurtje vergissen tijdens het trombonefestival van dit weekend. Want... in de Flipsterzaal van de Doelen speelt Ruba en die April Fishes. Een lekkere mix van American folk, gypsy en het Franse chanson. Lekker achterover leunen en... kriebelen. Als je dan wat echt anders wil horen, maar dan ook echt wat anders. Het nieuwe album van Death Letters komt uit op 15 april in Roadtown. Ja! Overstuurde gitaren, denderende drums, het rocht, het tiet en geloof het of niet, maar het zijn twee gewone knapen uit Dordrecht en die zorgen voor een gigantische geluidswolk. Je ziet het, je proeft het en weg is het. En wat overblijft is de herinnering. Maar oh, die herinnering die wordt onvergetelijk als je één keertje gaat eten daar. In Rotterdams sterrenrestaurant Parkheuvel. Je kan het net niet zien. En Robert Sokiem Wat maakte een documentaire over dit fenomeen. Over de oude chef Kees Helder, over de nieuwe chef en over de proever die meebeleeft en moet oordelen. De smaak van de ziel. Het laatste gerecht vooral, dat is toch een stukje weemoed. Daar kijk je nog een keer naar. En ik heb ook tegen mezelf gezegd, hardop, dit is de laatste. Hebben jullie het gezien, jongens? Ja. Als je het over smaak hebt, dan is het in mijn beleving niet anders dan een samenklontering van je zintuigen die wat doorgeven aan je hersenen wat er op dat moment gebeurt. En het is iedere keer weer anders. Het is zelfs ieder seizoen anders, iedere dag anders. Regen, maar het is weer anders, weet je. Het is zo complex. Een mooie culinaire film nu te zien in Lantarenvenster. En voor een echt persoonlijke herinnering... Ga één keertje naar Parkheuvel. Oh, alleen maar die herinnering. Een sensatie. Ik was wel een patiënt. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town. Wist u dat de bijnaam van Andy Warhol Drella was? En dat Lou Reed en John Cale een legendarisch concert hebben gegeven met de titel Songs for Drella. Mechanical precision is always seeming instigates a cooler feeling.
Nog twee keer Songs for Drella van het Scapino Ballet in de Rotterdamse Schouwburg op 15 en 16 april. Kun jij vertellen, beschrijven hoe je je voelt nadat je heel lekker gespeeld hebt? Oh, dat is een goede vraag. Hoe voel je je dan? Meestal uitgeput en leeg en bezweet, en, maar wel voldaan. Omdat het, vooral dat soort concerten in zo'n festival, daar leef je. Wij zijn eigenlijk 2 jaar aan het plannen, aan het programmeren voor zo'n festival. En we hebben daar de meest geweldige gastsolisten. En om daar dan een concert mee te geven. En als dat dan lukt en de mensen zijn enthousiast, dan heb je na afloop wel een soort euforisch gevoel van yes, dit was iets geweldigs. En, dus mensen kunnen komen kijken naar trombonisten die er zelf zin in absoluut, hebben. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is bij ons de basis van het hele trombonecollectief, van dat we zo'n festival hebben, is dat wij het vooral geweldig vinden. Wij vinden de trombone een fantastisch instrument en we vinden dat de wereld dat ook moet weten. Dus het begint bij dat wij het zo fantastisch vinden en dat willen we uitdragen en met zoveel mogelijk mensen delen. Maar dan staan ze allebei zo. Nee, even bij elkaar. Okay. Jullie zijn vrienden. Zo, even, alsof het een foto is. Alsof het een foto is. Dit zijn dit vrienden. Mooi, dit. Ja, dat vind ik leuk. Al was het alleen maar voor jullie dit wel. Dat vind ik leuk.